laatste maanden hebben we wel dat we het SZF dus achter, tenminste niet op tijd is met het betalen van sommige groepen. Bij sommige groepen lukt dat nog net wel. Met name de ziekenhuizen, de medische zending, de RGD, dat zijn eigenlijk de grote instanties. Daar lukt het eigenlijk net wel. Maar inderdaad, bij artsen, specialisten en andere groepen gebeurt het wel dat er inderdaad dat we niet op tijd zijn met de betaling. Dat klopt. Maar wat ik wel kan benadrukken, dat zowel de overheid als wij werkelijk het belang ervan zien dat wij zo snel als mogelijk moeten betalen. Maar je bent dan wel dan afhankelijk van die cashflow. En aangezien ik niet de finance deskundige ben, wil ik vragen als hij daar verder dan op in kan gaan. Hij is namelijk ook degene die steeds het contact heeft gehad met het ministerie van Financiën, de centrale bank, onze bank, maar ook met bijvoorbeeld de VMS en zoals wat nu er is, met de sectiespecialisten van de VMS. Met betrekking tot de, met name de late betalingen, is er feitelijk heel veel te zeggen. Maar ik zal proberen het heel kort te houden, maar ook overzichtelijk. Daar er vaak onbegrip is over de situatie, ondanks wij dagelijks met elke dienstverlener in contact zijn en hun de situatie voorhouden, is er vaak geen begrip ervoor. Daar wij erkennen dat wij contractuele verplichtingen hebben. Maar u moet wel begrijpen dat het niet om enkele tientjes gaat, maar het gaat om miljoenen. En als het om miljoenen gaat, waarbij zeg maar bijkans 95% het moet komen vanuit onze overheid, dat het niet een eenvoudige taak is in deze tijd. We weten allemaal wat de financiële situatie is van de overheid en van waar wij eigenlijk uitkomen. Daar hoef ik niet geen uitleg te geven. Maar het is wel belangrijk om te weten en te laten zien van waar we komen en waar we zijn. Een van de zaken waar er een enorme klacht is, is dat de regering, deze regering met name, geen prioriteit geeft aan de zorg, weinig geld beschikbaar stelt aan de zorg. Wel, de cijfers laten wel wat anders zien. Om u maar een voorbeeld te geven, toen wij hier kwamen en de leiding overnamen, waren op dat moment de zorgkosten per maand die wij aan de dienstverleners gingen betalen, bedroegen circa 60 miljoen. SRD'tjes per maand. Dan ga ik u nu zeggen wat het nu is. 240 miljoen per maand wordt vanuit de overheid via het SZF beschikbaar gesteld voor de gezondheidszorg. Dan snapt u wel dat in mijn perceptie wel genoeg prioriteit wordt gegeven, genoeg aandacht wordt gegeven en feitelijk, als je kijkt naar het vertrekpunt, ook ruim schoots middelen beschikbaar wordt gesteld. 240 miljoen elke maand beschikbaar stellen. En daar heb ik alle begrip als ik met de regering aan tafel zit. En wanneer ze me ook uitleggen van, we hebben bepaalde prioriteiten. Prioriteiten, dan komt de salarissen van de ambtenaren eerst, dan komt SZF, etc. Het is geen kleine hoeveelheid geld. En precies zo nemen we de communicatie over om met de dienstverleners erover te praten. Dat het goed komt. Het is feitelijk once a while. En dat is onlangs met de medische specialisten. Is het feitelijk de tweede keer in de afgelopen 3 jaren. Dat ze binnen een maand zeg maar hun tegoeden over de afgelopen maand niet 100% hebben kunnen ontvangen. En dan lees je dan in de media, komt er een berichtje waarbij je duidelijk genoeg hebt gecommuniceerd. Gisteren nog, 8 november was gisteren. In de statement van de VMS wordt ook aangegeven dat de minister van Volksgezondheid hun had beloofd om uiterlijk 8 november
hun gelden beschikbaar te stellen, dat achterstand van 50% over een bepaalde periode. Nou, de minister is zijn belofte nagekomen. Wij hebben ook, gisteren was 8 november, dat geld ook uitbetaald. En wat betreurenswaardig is, dat je dan een beetje voorbarig bent om gelijk de media-aandacht te zoeken en te denken van zie je, en dat is die perceptie, die fout in de perceptie die vaker leeft en onterecht is, want geen enkel betalingssysteem binnen de overheid kan gelijk geld binnen een dag beschikbaar stellen. Het administratieve molen start rond de 18e van de maand. Starten we met het proces van een prognose. Zoveel is aan claims vanuit de dienstverleners ingediend. De regering geeft ons dan ook uiterlijk eind van de maand een overzicht van dit mag je verwachten, echter niet in één keer. En dat begrijpen we wel. Dagelijks wordt er inspanningen gepleegd. Jammer genoeg, niet begrepen, toch? Maar in mijn perceptie, binnen die 4 weken lukt het ons in zeker 99% van de gevallen wel dan om de dienstverleners uit te betalen. Die cijfers laten dat ook zien. Wat het probleem is bij de dienstverleners, is dat zij graag wensen dat het voor een bepaalde datum het moet komen. En blijkbaar een angst als het deze week, eerste week is gekomen en als we niks zeggen, komt het de volgende keer tweede week en zo gaat er steeds uitgesteld worden. Daar heb ik ook begrip voor. Maar het is pertinent onjuist om te zeggen dat de overheid 1. Weinig middelen beschikbaar stelt. Daar doe ik de vergelijking op basis van het vertrekpunt. 60 miljoen op baanbasis, dat gegroeid is naar 240 miljoen op maandbasis. Dan begrijpt u dat het niet om weinig geld gaat, gezien onze Surinaamse macro-economische situatie. Is jammer, maar het vraagstuk van de tijdige betalingen, daar wordt er dagelijks alles eraan gedaan vanuit het SZF, vanuit de regering, vanuit alle actoren die betrokken zijn, wordt er ook voldoende gecommuniceerd. Dat is wat ik feitelijk te vertellen heb over de betalingen in de gezondheidszorg. De huisartsen hebben hun geld al ontvangen. Het enige achterstand dat ze nog hebben is een TWK-tegoed van februari dit jaar. Er was een tariefsaanpassing geweest en op grond van de tariefsaanpassingen heb je dan TWK-tegoeden die ontstaan. En bij de huisartsen is er een TWK-tegoed nog over de maand februari dat uitbetaald moet worden, waar ook feitelijk de overheid te kennen heeft gegeven dat die medio november betaalbaar gesteld zal worden. Dat is ook gecommuniceerd met hun. Achterstanden in die zin van afgelopen maanden niet meer. Wat er wel is, we hebben een afrekeningsperiode. Dus die afrekeningsperiode van afgelopen periode, dat wordt dan hoort uiterlijk de laatste dag van de maand uitbetaald te worden. En de laatste dag van de maand was dan in dit geval 31 oktober. En dat bedoel ik, daar kom je niet aan toe. Wij hebben die 240 miljoen. Daar lukt het de overheid niet en het gaat even nog niet lukken, omdat het niet 2 miljoen is of 500.000. Het is 240.000. Dus die komen in tranches binnen. De prioriteitsstelling is dan als volgt. De ziekenhuizen, RGD en de medische zending, die komen als eerst. En daarna volgen de overige dienstverleners.